moment dat ik hier binnenkom en jij zit daar en opeens gebeurt er iets, dan verschuift er iets in mij. En dan lijkt het een soort, dat jij denk ik uitzoomen noemt, dan opeens is het. En dan kwam er dan een gedachte van, ja inderdaad, hou op met die onzin, weet je wel. En dan is het een soort, ja misschien vallen die mensen daar nu hier over, maar dat lijkt een soort licht te zijn van meedogenloosheid, weet je wel. Een soort helder licht dat gewoon alleen maar waarneemt en ja, waar vooral. Ja. Dat is zo, maar er is ook liefde. Maar ja, dat is het alleen iemand maar. Iemand niet voorliggen is in mijn optiek een grote mate van liefde. Ik kan hier ook gaan zeggen, allemaal mee gaan zitten zeveren zoals de meeste leraren doen. Then I would be shitting you. Ik kan het niet. Want dan hou ik je in de droom namelijk. Hoe is dat liefdevol? Ik kan hier compassievol de cipier gaan uithangen. Het lijkt me pervers. Dus wat voor in mijn optiek in de spirituele wereld voor liefde doorgaat, ik wil er niets mee te maken hebben. Het zijn slaapliedjes, zuspartijtjes en ze proberen je allemaal erin te houden. Dat is geen liefde. Dat is inspelen op sentiment, dat noemen we sentimentaliteit, dat is iets heel anders. Liefde ligt niet. Dus voor mij liefde, waarheid is gewoon twee woorden voor exact hetzelfde. Maar liefde belazert je niet. En liefde claimt niks en eist niks en zegt niet dat je zus of zo zou moeten zijn. Dus. Maar het is er wel. Natuurlijk, alleen maar. En op het moment dat dat gerealiseerd wordt, ben je vrij. En kun je dus ook met gemak zeggen, als de meeste mensen met z'n allen die kant op willen, ik zal ze niet tegenhouden. Dat is wat ze willen. Top. Vraag mij alleen niet om mee te doen. En op het moment dat zo'n kuddelid mij gaat vragen wat ik er eigenlijk van denk, heb je kans dat ik antwoord geef. Eerlijk. En heb je kans dat die verontrust raakt, kwaad wordt, verdrietig? Ja, dat kan. En dat mag. Nou, iets liefdevols kan ik me niet voorstellen. Verfrissend, moet ik zeggen. Ja, denk ik ook. Wacht even. Nou, als, ja, ik ben zelf ook heel erg van benoemen altijd. Van dingen bij de naam noemen, die niet onderdeel bij heen draaien, maar geef het niet. En heel veel mensen vinden het hard. Ze zeggen, wat weer het hard? En ik ben helemaal niet hard. Ik heb heel veel, ik voel heel veel compassie en empathie voor andere mensen. Alleen, ik noem het niet bij de naam. Maar wat je, dat is allemaal leuk, maar het heeft verder naar huis iets mee te maken. Nee, maar dus ik heb er wel last van als mensen boos zijn. Ja, maar dat kan niet schelen. Wat voor jou goed zou zijn, zou zijn om het een beetje bij de kern te houden. Want je praat een heleboel, ik ook overigens, maar dat is mijn vak. Je praat een heleboel en het gaat allemaal over ik en dit, ik en dat, dat is leuk. Maar je moet gewoon terug. Je moet dat vinden en je wat gewoon niet beweegt, wat niks zegt, wat stil is, wat power is. Je zit veel te veel daar. En it's not helping you. In het hoofd bedoel je? Ja. Dus, let it drop. Oké. Okay. Als je de waarheid ziet, als je dat gewoon ziet, is dat iets wat dan tellen en blijft? Of kan je er ook in en uit schieten steeds? Dat gebeurt heel veel, ja. Maar niet in je. Hè. Dus, er wordt weer vrij snel een je ingeprojecteerd. Dat kan niet. Er is geen je die de waarheid ziet. Waarheid ziet. Ja. Nou, dat gebeurt en dan lijkt het er niet te zijn. En als er realisatie is, dan gaat het niet over. Oké, dus een realisatie betekent wel dat je continu de waarheid ziet. Ja, nee, niet je. Nou, het, wat dat mag zijn. Ja. In de realiteit is de waarheid, hè, of zullen we zeggen, ook een fout woord, staat het licht natuurlijk altijd aan. Alleen in sommige van die golfjes dringt dat door. Bij sommige flikkert dat aan en uit, ik noemde dat vroeger pingpongen. En bij sommige blijft dat, dat blijft gewoon er doorheen schijnen, zou ik maar zeggen. Maar het is niet van dat golfje. Nou, dan is het een natuurlijke beweging die steeds van het ene naar het andere schijnt. Een tijd lang, of in sommige gevallen, in sommige golfjes is het de programming om een vlekkenlicht te zijn. En andere om fijn in duisternis rond te rommelen en bij weer andere om permanent.
moment aan te staan. Ja. Maar het golfje gaat daar niet over. Nee. Dat is het belangrijkste. Ja. Dus als het de programming is, ja, dit is een heel moeilijk punt, daarom zul ik er even over door. Als het de programming is voor dat golfje met die naam en vorm, om te ervaren, is dat dus perfect. Als het de programming is... Ja, maar dat is dan dus ook perfect, want dat hoort dus zo. Ja. Oké, perfectie is een heel bijzonder iets. Dat heeft niets te maken met wat wij leuk vinden, maar met hoe het is. Dus een giraf hoort gewoon een lange nek te hebben, van vlekken en van die stompjes op zijn hoofd, en de mens niet. Dat kan frustrerend zijn voor die mens, dat hij dat niet heeft, maar... Dat is eigenlijk een verschillende vorm van verlichting. Nee, je moet gewoon inzien, als het ware, of het moet niks, maar je kunt inzien dat alles ieder moment perfect is. Dus als er frustratie opkomt, nou, zij noemen het verwondering, dat is prachtig, en je kunt het ook perfectie noemen, of wat je dan ook wil, fietswiel van mij wordt, dat doet er niet toe, het woordje. Maar je kunt tot een moment komen dat je beseft dat wanneer er pijn opbelt, het net zo welkom is, net zo bijzonder is, net zo verwonderd. Ja, en dan vervolgens verdwijnt het weer, want dan doet het altijd. En dan komt er vreugde op, of liefde, of whatever, weet je wel. Dat maakt ook niet uit, dat kan allemaal tijdelijk, dus don't worry about it. Dat gaat weer over. Ja. Nou, je kunt tot een besef komen dat frustratie hierover, dat nou net part of the programming is. En dan kan het zomaar zijn dat je het ineens geestig vindt. Bij mij ging dat een tijdje zo, ik schreef in de vreugde van verlichting, 15 jaar geleden, dat mijn appel die verse keer van de boom viel. Ja. Dat is wonderlijk. Dacht één keer, ja. Je kunt denken wat je wil, maar het is zoals dit. Larentia. Dus dat nodig. Dus dat ging zo een tijdje, totdat ik in de gaten had van wat er hier gebeurd is als die appel eraf gevallen was. Dus als er openheid was, zal ik maar zeggen, dan dacht ik, oh, dit is het. En als een verkramping optrad, dan dacht ik, oh, dan ben ik het weer kwijt. Dat er een verschuiving optrad, heb ik zoiets had van, hey, wacht even, die openheid en die verkramping, dat wordt allemaal waargenomen. Maar doe dit ertoe. En toen was het klaar. Dus besef gewoon dat frustratie is niks anders, is allemaal op het level van het ego, die wil het zo hebben terwijl het zo is. Dat is de manier om te lijden, dus heel eenvoudig lijden. Daarom zijn we daar zo goed in. Iets willen wat er niet is. Of wat er wel is weigeren. Dat kun je ook doen. Draait om. Dat is echt briljant, werkt altijd. Dus als je ellende wil, doe dat. Als je geen ellende wil, dan is het ook vrij helder. Waarbij ik het ook nog een economisch gezien, zou ik maar zeggen, tamelijk domme energieinvestering vind om je te verzetten tegen wat er is. Want ja, het is er ook, hè? Als je bent er dan. Ja, en als je er eenmaal in zit, hè, in het stuk van als dat er is. Hoe laat jij dat dan weer zijn? Hoe weiger jij het? Nou, dan hoop ik zo bij. Ja, en lukt dat? En lukt dat? Nee, want het blijft toch. Voilà. Daarom gebeurt dit. En dat vind ik dus zo wonderlijk, dat we daar decennia voor nodig hebben. Om door te krijgen, dat ik kan me wel verzetten en druk maken en weet ik veel wat, maar ik heb niks. Dus ook de beweging van dat je er vanaf wil, dat kan ook hetzelfde worden. Natuurlijk! Ja. Nou, op een gegeven moment kan dat zo helder zijn dat er dus iets frustrerends optreedt, maar jouw antireactie blijft uit. En dan, tot je verwondering, merk je dat waar je voorheen 3 dagen aan kon besteden om mee te vechten, vanuit je liefde, dat het nu maar 3 minuten duurt. Waarom? Omdat er geen weerstand wordt geboden, omdat er geen strijd mee, omdat er geen arrogantie in zit van het ik wil dat het anders heb en ik ben de belangrijkste van de wereld, dus het universum moet mij een zin geven, .nl. Je laat het gewoon gebeuren zoals het gebeurt en wat blijkt, na 3 minuten is het over, er is niks aan de hand. Het was alleen maar het oplaaien van een bepaald energietje. Emotion, energy in motion, niks aan de hand. Hoe moeilijk is dat? Het heeft niet eens met verlichting te maken, maar gewoon een beetje intelligent hier open zijn. Alles wat komt en gaat, gaat vanzelf. Pijn komt op en verdwijnt. Vreugde komt op en verdwijnt. Genegenheid komt op en verdwijnt. Woede komt op en verdwijnt. Waarom onderscheid maken?
waarom zeggen dat dit wel welkom is en dat niet? Wie heeft dat bedacht? Het slaat nergens op. Ja. Dus ik vind het allemaal best. Irritatie, top, hartstikke leuk. Ik ben even goed bezig. Wat maakt het uit? Het is alleen een energy flow. En dat wat wezenlijk aan je is, raakt er helemaal niet door van slag. Je egootje raakt er door die slag. Nou. Wat doet dat dan? Life is easy. Zijn, want het is er al. Je kunt het niet eens stoppen. En het voorbijkomen van ervaringen. En die komen en gaan vanzelf. Hoezo is het moeilijk? Hoezo moet je iets bereiken of iets doen? Het is een vol automatisch programma. En je hebt dat door, of niet? Als je het niet door hebt, dan ben je constant bezig te rommelen met dingen waar je geen verstand van hebt. En het is allemaal gebaseerd op angst en weerstand. What's the point? En als het daar nog hier doet. Het lijkt erop dan alsof je, als je in die persoonlijkheid zit, dat je dan inderdaad het idee hebt van, nou ja, ik ga dingen doen en ik doe het. En op het moment dat je eruit schiet, dan zie je dat het allemaal gebeurt met die persoon. Dat poppetje. Ja. Daarom ben ik er liever uit. Dat begrijp ik. Groot voorstander van zelfrealisatie. Uitschot. Wacht weer, hondje. Oké, ik ga even pauzeren. Dankjewel.